meesten van u zullen het gemerkt hebben. De vertrouwde brug over de Eem was in onderhoud van 12 tot maandag 29 maart. Dat leidde tot meer files op de A1 en tot meer gebruik van het pontje in Eemdijk. Normaal bijvoorbeeld tussen de middag gesloten, nu varen beide pontbazen op toerbeurt de hele dag door. Alleen de zondagsrust, die wordt niet geschonden in Eemdijk. Voor de doorgaande scheepvaart op de Eem hebben de werkzaamheden nauwelijks gevolgen. Het enige nog open en dichtgaande deel, de fietsbrug, wordt door brugwachter Charles Clarisse lokaal bediend. Net zoals vroeger. Charles, jij bent de brugwachter op dit moment. Is het druk? Ja, het is heel druk met vooral... baggerschepen uit Amersfoort, daar zijn ze de Eem aan het uitbaggeren met de vervuilde slip. En ja, de betoncentrales hebben natuurlijk ook een tijd stilgelegen, duren van meer. Dus dat, de voorraad wordt weer aangevoerd. Dus we hebben elke dag wel 15 schepen. Ja, we stonden net te kijken van moet de brug wel open, maar ja, dat stuk van de fietsers dat ligt er nog, hè? Ja, de fietsbrug is gewoon in gebruik nog, omdat die dus losgekoppeld kan worden van de andere brug, dus van het weggedeelte. Dus dat is dat echt gemakkelijk. Wat zijn ze nu precies aan het doen? Ze zijn het. Er komt nou een hydraulisch mechanisme in. Is dat veiliger? Ja, het is ook veiliger en het is ook hartstikke sterk natuurlijk, hydrauliek. Hè? Dat is, men zegt dat het, dat het heel goed functioneert. Dus de toekomst zal het uitwijzen. Ja. Tot wanneer duren deze werkzaamheden? Tot zaterdag moeten dus de scheepvaarten weer door kunnen, vrijdagmiddag. En het weggedeelte is maandagmorgen om 6 uur, moet alles eraf wezen. En zit jouw taak er dan op? Zit mijn taak er voorlopig weer op. Tot we weer een keer storing of iets dergelijks krijgen, hier of op de vecht, dan word ik weer opgeroepen. Dankjewel. De brug weer op zijn plaats, Charles weer naar zijn normale werk. En de pontbazen van de Eemdijk? Die wachten de zomer af. Want een pontje over de Eem is, behalve de overzetmogelijkheid voor veel Eemdijkers, een toeristische trekpleister voor bezoekers van de polders tussen Eemnes en Spakenburg.